deze beschouwing die gaat over de kinderachtige mens. Ik ben erachter. Het probleem is eigenlijk heel simpel. De bedoeling is dat mensen geboren worden als een baby en dan zijn ze kinderachtig. En als ze 14 jaar oud zijn, dan zijn ze in principe volwassen. En dan zijn ze niet meer kinderachtig. En uiteindelijk worden ze dan iets van 40 en dan zijn ze wijs. Of iets eerder al. Dat is hoe het hoort. En wat wij nu hebben is dat we mensen hebben en die worden 60. En die zijn nog steeds kinderachtig. Ze zijn helemaal vergeten om volwassen te worden. Dat zat er niet in. Hele rare mensen zijn dat. Het enige wat er normaal is aan die mensen is dat het normaal is dat mensen zo zijn. Die mensen die kunnen zeggen, ja, ik ben dan heel kinderachtig. Maar mijn buurman ook hoor. En mijn buurvrouw ook. En eigenlijk de hele straat is heel kinderachtig. Dus het is gewoon normaal. Nou, het is natuurlijk niet normaal. Het is abnormaal. Het is idioot. Dat die mensen zeggen dat het normaal is. omdat iedereen nou een keer zo is. Ja, dat is echt heel kinderachtig. Dat ze dus denken dat daar de waarheid zit. Dat is super kinderachtig. Want dat is niet wat normaal is. Die mensen zouden moeten zeggen: de, Ja, wij, hebben, wij zijn gemiddeld. Want iedereen is zo. Maar het is niet normaal. Ik pak even mijn thee erbij hoor. Misschien dat jullie dat ook nog moeten doen, want dit kon wel eens een hele lange uitzending worden, van misschien wel een uur. Over uh, kinderachtige mensen, de, de voorbeelden daarvan. Ik hoef maar uh, te denken aan iets in de dagelijkheid, dagelijksheid, en dan schiet me zoiets te binnen. Behalve op mijn werk moet ik zeggen, daar, daar vind ik menigeen volwassen. Ik weet niet hoe dat komt. Er zitten ook kinderlijke mensen, maar dan denk ik meer aan de cliënten of de bewoners. Die zijn echt wel kinderachtig. Ja, er zitten mensen bij en die hebben het IQ of EQ of zo van een eenjarig mens. En het lichaam van een 45-jarig mens, namelijk, ze zijn nog 45. Maar qua verstandelijk vermogens gebeuren heb je het over een mens van een jaar of één. Dus een heel kinderachtig mens. Dan word ik nooit meer beter. Ja. Maar er zijn nogal wat mensen die... ja. Daar is ogenschijnlijk, denk je als samenleving... dat er niets mee aan de hand is. Maar ze kunnen helemaal niet nadenken. Zoals uh, die, die... Waar dan? Uh, Spinvis wil ik het over hebben. Spinvis heeft zo'n liedje gemaakt en het heet... Dacht ik in de staat van narcose? Dokter, dokter, dokter... Dat nummer, dat nummer is het toch? Nou, in elk geval is het van die eerste plaat van Spinfish. En die tekst gaat: uh, Verleden week reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft niemand mij gezien. Een hoop mensen denken zo hoor. Heel kinderachtig. En dan ook uh, dat. Je, 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 je kan het niet nalaten om dat toch even te benoemen. Uh, de mensen die dan over mensen zoals ik. Uh, mensen zoals ik. Aan, en dan heb ik het over 11, 11 september. Hè, die aanslagen in New York. Nou, dat was Osama Bin Laden niet. Het was de bedoeling dat we zouden geloven dat het Osama Bin Laden was. Daar hadden ze echt heel veel voorbereiding voor gedaan. En op de dag zelf is de naam Osama Bin Laden misschien wel duizend keer genoemd. Serieus. Ik heb er nog een keer zo'n heel grappig YouTube-filmpje van gezien. Met achter elkaar alle mensen die dan zeiden Osama Bin Laden. Donald Rumsfeld en Bush natuurlijk. En Condoleezza Rice. Maar ook een hele hoop andere mensen. De tv uh, van die uh, belangrijke anchor men en anchor women. Die dan zeiden: Oh, Osama bin Laden. Ik wou alleen maar die naam noemen, hè? Osama bin Laden. Ja, wij moesten dat geloven. En ik geloofde het ook. Moet ik je eerlijk zeggen. Toen. En daarna niet meer. En daarna noemden mensen mij... Uh, ja, dan ben jij een complotdenker. En ze zeggen dan dus ook... Uh, 11 september, die aanslagen... Dat was geen complot. Dat zeggen die mensen dan. Hè? Zo kinderachtig. Want dat houdt in dat die mensen niet de betekenis weten van het woord complot. Kijk, dat een kind van vier of een kind van vijf niet weet wat een complot is, dat hoort erbij. Een mens van zoveel jaren oud. Die mag kinderachtig zijn, daar heeft hij het volledige recht op, zou ik zeggen. Die hoef je daar niet op aan te spreken, hoef je niet boos over te worden. Maar iemand van een jaartje of veertien, die dient toch te weten wat de betekenis is van het woord complot. En het woord complot, dat weet jij natuurlijk, want jij bent zo verstandig om te luisteren naar mij. Dus jij bent volwassen en niet meer kinderachtig. En jij weet dat er sprake is van een complot... Als er in het geheim overleg is gevoerd ter voorbereiding van een misdrijf. Huh? Meer is het niet. Huh? Uh, kortom, uh, als, een van beide, als een van beide voorwaarden niet wordt voldaan, dus als het overleg niet in het geheim was, maar aan plein publiek, dan is het geen complot. Nou, ter voorbereiding van een misdrijf zal je dat waarschijnlijk niet doen. Want dan weet iedereen dat jij de bank gaat overvallen. En dat lijkt me een beetje onhandig om dat te doen. Hè? Maar theoretisch gesproken. Als dus een stelletje bankrovers uh, overleg gaan hebben over welke bank ze gaan beroven... en hoe laat ze dat gaan doen en welke wapens ze meenemen... en ze gaan dat op YouTube zetten van tevoren met een livestreaming en iedereen kan meekijken... en uh, ze komen allemaal met hun mondbakkers in beeld en eronder staat waar ze aan het overleggen waren... en het adres van de bank wordt netjes vermeld en uh, alles wat ze weten... En, uh, Ja, dan is het geen complot. Huh? Het is het wel een overlegde voorbereiding van een misdrijf, maar het is geen complot. Nou, en wat je natuurlijk ook kan hebben is dat een groep mensen die plegen een misdrijf, maar die doen van tevoren niet overleggen. Dat gebeurt ook. Gebeurt niet veel, maar gebeurt wel. Twee kerels die komen dronken uit de kroeg en die lopen langs, uh, weet ik veel wat. En dan zegt die ene dronken kerel tegen die andere dronken kerel: Heb je er ook zo de pest in? Ja, zegt die andere dronken kerel: Ik heb er ook zwaar de pest in. Oh, dan gaan we nu wat leuks doen. En dan plegen ze een misdrijf. Ja, maar dat is geen complot. Nou, en die mensen, het dus, de grootste deel van Nederland, bijna 100% van Nederland, denkt dat die aanslagen van 11 september dat het geen complot was. Dus die mensen die geloven dat die. Nou, bij elkaar waren dat 25 mannen. Nou, ze. Ze geloven wel dat het ging om een misdrijf, mag je aannemen. Want anders zijn ze nou ja, voorbij de kinderachtigheid, zou ik zeggen. Als je dat niet eens bezien als een misdrijf. Maar het is dus geen complot. Dus dat betekent dat het, het was dan wel een misdrijf, mag ik aannemen dat ze zo denken. Maar er is geen overleg geweest. Nee hoor. Die mensen die geloven dat dus, hè, dat... Uh... Ja, om, uh, om 11 september, uh, om 6 uur s morgens, uh, stapte ene Arabier uit zijn bed. en die denkt: uh, Allahu Akbar. En die heeft toen een ticket gekocht. en heel toevallig kwam hij op het vliegveld. kwam die iemand anders tegen. en zei: Hé, hey, Ali, wat ga jij doen? Nou, zei: Ali, ik ga lekker, uh, dacht ik, eventjes uh, met een vliegtuig. het World Center binnenvliegen. oh zei die andere vent, uh, Rashid, die zei tegen Ali: van, Nou, weet je wat, uh, Ali, uh, ga ik lekker met je mee? Want daar was ik ook net van plan. Nee, maar dat is toevallig, zei Ali tegen Rashid. Kijk, dat geloven die mensen. Die zijn echt heel kinderachtig. Dan, ja, die, die mensen kun je dus alles wijsmaken, want die geloven dit echt hoor. Ja, je was geen overleg van tevoren hoor. Nee, want dit doen ze niet in Arabië. Zo kinderachtig zijn die mensen. Nee, dat, uh, dat geloven ze dan. En als je, als je dan dit vertelt aan die mensen, dan zeggen ze: Oh, 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 nee, nee, maar Als je het zo zegt, nee, dat was het wel een complot. Maar het was een complot van Osama en de Bin Laden. Want gebouwen kunnen wel degelijk in 16 seconden in stof veranderen. Kan alleen op 11 september natuurlijk. Maar op 11 september kon dat. Ja, dus dat bijvoorbeeld. Hè? Dus die mensen die hebben er helemaal geen moeite mee. Ze weten wel dat die Twin Towers, die waren bijna 500 meter hoog. En die zijn in 16, nog iets, seconden totaal veranderd in stof. Echt helemaal in stof, hè? Half New York of Manhattan, hoe noem je dat? Lower Manhattan, hoe weet dat? Dat zat onder het stof. Hele dikke lagen, hè? Ja, denken die mensen dat het moet kunnen. Het kan niet anders. En niet alleen die twee twintowers waren in stof veranderd. Nee, maar WTC 3 WTC 4 en WTC 5 en WTC 6 ook. Ja, ook compleet weg. Helemaal weggevaagd. En dan heel bijzonder op het einde van de dag, pas om half vier smiddags. In, in de lokale tijd van New York. dus bij ons was dat dan zes uur later. Om half tien s'avonds. Toen is bij ons. Uh, toen is in New York om half, um, half vier s middags Bij ons om half tien s'avonds. Is er dus in New York nog een gebouw in elkaar gezakt. Binnen zeven seconden was dat. Dat was een gebouw van 47 verdiepingen hoog. Nou, maar dit kan hoor. Dit is helemaal niet zo raar hoor. En die Gary Perry. Nou, die gaat allemaal denken dat ze er de bommetjes bij hadden. Maar er waren helemaal geen bommetjes. Want als dus er bommetjes waren, en, dan hadden ze het best verteld. Want de overheid die ligt niet. Behalve bij de verkiezingen. Maar dat is dan uh, apart. En op andere dingen ook wel. Maar dat, dat weten we dan. En daar doen we dan niks aan. En, maar zo is het dus. En voor de rest, als het echt serieus wordt, dan uh, liggen ze niet. Uh, uh, ja, ja, soms wel dus. Hè, maar in dit geval niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Ik begin het ook steeds beter te begrijpen dat het eigenlijk best wel leuk is om bij die jongens en meisjes van de wereld te zitten. En om leiding te geven aan een stelletje vol idioten. Die je echt zo makkelijk voor de gek houdt. Dat is geen enkel probleem. Ik, ook, ik ken ook iemand hè, en die geloofde erin dus dat wij naar de maan zijn geweest. Met die Apollo-dingen. En, en dan vroeg ik aan die vent: van, uh, Hoe denk je daar dan over dat ze aan, de, aan Willem Drees, dat was ooit een premier van Nederland. En toen was hij al lang met pensioen. heb je het over 1969. Die man was toen al met pensioen. En toen kreeg hij van de Amerikaanse overheid een maansteen. Nou, de goede man is inmiddels al een hele tijd is die overleden. En een aantal jaren geleden. hebben ze zijn bezittingen nog eens zeg maar, nagespeurd. en uh, alles van de hand gedaan. En toen kwamen ze die maansteen tegen. en die hebben ze gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. En die jongens en meisjes daar. die dachten, oh, het leuk. dan gaan we even kijken. wat er nou eigenlijk in de maansteen zit. En wat bleek er in de maansteen te zitten. Nou, daarin bleek. Uh, uh, ja, uh, wat we zeggen uh, hout. Die maansteen die was van versteend hout. Ja, ja. Maar op de maan groeien geen bomen. Dus hoe kan je nou uh, een steenachtig materiaal hebben wat bestaat uit hout, versteend hout, versclerotiseerd hout? van de maan als daar geen bomen groeien. Nou, dat vroeg ik dus aan die persoon die dus gelooft in de maanlanding en die zei van ja, dat is heel logisch. Ik zeg: "Wat is dan logisch aan dan?" Nou, zei hij, "Dat was gewoon een geintje van die Amerikanen." Ja, je kent die Amerikanen toch. Die houden wel van een geintje. Heel kinderachtig vind ik dat. Dat je zo denkt, hè. Well, dat was een grapje van die Amerikanen. Ook onze regering heeft daar niets mee gedaan, hè. Door als ik in de regering had gezeten. en ik had dus gehoord dat. Een, een premier van Nederland. onder het mom van. we geven u een maansteen. en er wordt een geintje uitgefroten. Ik had een officiële. Uh, excuses. Op tv. Ik vind het een regelrechte belediging van een, uh, een vooraanstaande politicus van Nederland. Uh, zo gaan we niet met elkaar om. En als er geen excuses komen. dan verbreken we even lekker de diplomatieke betrekkingen. En de ambassadeur die kan per direct terug naar uh, waar hij zo graag vandaan was gekomen. Mag hij zelf kiezen. Wij brengen hem naar Schiphol. En voor de rest willen we hem nooit meer zien. Wat denken de Amerikanen wel niet? Ons een beetje voor de gek houden. Maar onze regering. Dat zijn ook een hele kinderachtige mensen. En die hebben zoiets van. Ja. Geintje, man, moet je gewoon kunnen hoor. Is gewoon, uh, ja, die, je, je kent die Amerikanen. Die altijd in voor een geintje. Ja, ja. Een heel kinderachtige houding vind ik dat. Ik vroeg ook aan die man ne, die dan gelooft in de maanlanding. Dan ja, zaten we dan samen te kijken naar zo'n filmpje. En dan zie je dan die Louis Armstrong. <laughs> nee, zo weet hij niet. Maar, ja. maar die Louis Armstrong. Uh, die zie je dan uh, van zo'n trapje afkomen. Uh, en dan uh, gaat hij op de maan oppervlak staan. En dan, dan zegt hij zijn fameuze woorden: van... It's a giant, uh, was ik weer? A small step for a man. With a giant leap for mankind. En dan zeg ik zo tegen mijn uh, compagnon, die dus gelooft dat die maanlanding echt is. Ik zeg ja. En wie bedient die camera dan? Ja, kijk, je ziet de camera, die staat aan de buitenkant van die maanlander opgesteld. En die staat te filmen hoe er iemand uit die maanlander komt. Dus Louis Armstrong was niet de eerste man op de maan, dat was de tweede man op de maan. Ja, ah, en dan zegt ze hier wat van... Nee, dat oh nee, is allemaal heel logisch. Kijk hoe het nou ook zat, hè. Ze hadden in die maanlander hadden ze een, een armpje gemonteerd. En het was uh, speciaal gemonteerd, zodat ze zouden kunnen filmen... hoe uh, de eerste mensen uit de maanlander uh, het trapje af zou gaan. En dan, uh, ja, dat daar hadden ze speciaal even om gedacht, hè. Ja, ja... Dat, dat was ook dat dezelfde mens aan wie ik dan dus vroeg van ja, maar uh, waarom hebben ze nou niet, want uh, dat, dat ben ik dan weer, uh, als je naar de maan gaat dan zou ik dat, uh, nou dan kan je twee redenen hebben. De ene is dat je spullen daar denkt te vinden die interessant zijn om te onderzoeken, hè? stenen hè, bijvoorbeeld. En aardolie of zo, dat zal er niet zijn. En er is ook geen atmosfeer. Dus nou, ja, voor de rest is er niet veel te doen. Je kan er geen nieuwe schoenen kopen. Of huh? patatje pindersaus is er ook niet. Is er is gewoon helemaal niks. Maar je hebt de stof en je hebt stenen en ja, heb je hebt het gehad, ja. Nou, het is nog wel interessant. Je hebt de stof aan de bovenkant en je hebt stof dat zit helemaal, denk ik, maar hoe diep kan je boren? Huh? Dat is ook interessant, maar goed, dat zijn de dingen die je mee wil nemen. En voor de rest, ja, je hebt daar natuurlijk wel natuurkundige omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld de straling van de zon. Die zou ik gaan meten. Want wij kunnen dan zeggen dat de straling van de zon op de maan... volgens onze modellen zou die zoveel lumen per huppeltje pup moeten zijn... Maar is dat ook zo? Huh? En uh, wat is uh, het spectrum van de zonnestraling daar? Want als wij van hier vandaan, uh, van ons aardoppervlak, de zonnestraling opvatten, opvangen, ja, dat wordt gefilterd door onze atmosfeer. Huh? En ja, hoe, hoe is dat spectrum op de maan? de verdeling tussen infrarood en ultraviolet en nou, dat soort dingen, Lange, nog langgolvige straling, nog kortere golvenstraling, het hele spectrum. Dat zou ik interessant vinden. En wat ik ook interessant zou vinden en misschien wel het meest interessante, dat is de zwaartekracht. Wat is de zwaartekracht op de maan? Met andere woorden, wij hebben ooit, dat was al lang voordat we naar de maan gingen, hebben wij op basis van onze modellen een voorspelling gedaan over de zwaartekracht van de maan. En de zwaartekracht van de maan zou een zesde zijn van de zwaartekracht hier op aarde. Nou, dat betekent dat een gewicht van 1 kilo hier op aarde. Als je dat gewicht gaat wegen op de maan, dan weegt het op de maan nog maar een zesde, dat is 160 gram. Nou, dan hoef je dat niet per se met een kilo te doen, want als je iets neemt van een ons, hè, dan weegt het op de, als het een, een ons weegt hier op aarde, dan weegt het op de maan 16 gram, ongeveer. Nou, dat zou ik dus doen. Ik zou dus iets meenemen. Of iets misschien wel. Dat je niet eens iets specifieks meeneemt. Maar ik zou iets van de maan landen. Dat zou ik heel nauwkeurig wegen. Hier op aarde. En. Dan zou ik datzelfde ding laten wegen. Het liefst met diezelfde weegschaal. Op de maan. En dan moet die weegschaal op de maan maar een zesde aanwijzen. Dus. Het enige wat je daarvoor extra hoeft mee te nemen, dat is een weegschaal. Nou, ja, ik heb hier een weegschaal en dan kan ik uh, een brief op wegen en uh, een dingetje van niks. En dan zei die, um, die persoon, die zei dus tegen mij, van, ja nee, kijk, die weegschaal meenemen naar de maan, hè? Ja, dat kon gewoon niet. Want uh, ja, ze moesten denken om ieder grammetje. Hè? Dus ja, zo'n weegschaal, dat is toch al gauw. Uh, ja, wat weegt een weegschaal eigenlijk? 100 gram of zo? Hè? Nou, laten we zeggen 100 gram. Ja, dat is 100 gram. Hè? En ja dat, ja, dat kon er gewoon niet bij hoor. Dat, dat, zo gaan die dingen hè? bij de astronauten en de NASA. Maar nee. Dus er was. Uh, nee, was zo'n weegschaal. dat zou te veel belasting vormen. voor het, uh, het hele maan gebeuren. Dus die weegschaal kon niet mee. Maar er kon wel een arm mee. Die moest ook uh, met elektromotoren. Want uh, die arm om te besturen. om dus die camera op te zetten. die zag het filmen. dat uh, Louis Armstrong als eerste op de maan is. En. Uh, ja. hè? Nee, die arm komt wel mee en die servomotor, dat is een motor die je dan met elektriciteit kan besturen. Uh, en dan uh, moet natuurlijk ook dan op die arm waar die camera op zit, daar moet je dan een soort elektrisch oog hebben, waardoor die zoeker kijkt om te zien of die camera wel goed afgesteld staat, want anders sta je te filmen ja, naast wat daar waar Louis Armstrong staat. Hey. Het is toch niet eens eenvoudig ook. Er moet een soort, uh, ja, soort camera-systeempje. Maar, uh, maar dat komt wel allemaal mee. Ja, volgens die persoon was dat geen enkel probleem. Want dan ging het om hele beroemde opnames. En ja, je wilt toch wat uh, te tonen hebben aan het publiek. En uh, ja, dat experiment van mij om de zwaartekracht op de Maan nou eens te meten en dan te controleren of die modellen van de maan allemaal wel klopten... En of het inderdaad wel zo is dat die maan een zesde van het gewicht heeft als hier op aarde. Ja, dat is niet belangrijk. Het is heel kinderachtig. Het is gewoon. Helemaal geen denkvermogen. Het is best zorgelijk eigenlijk, omdat het gaat om zoveel mensen die zo denken. Ja, want het aantal mensen. wat zoals ik. Hè, ik weet dat. Uh, als we naar de maan zijn gegaan. als dat zo is was het wel een heel erg stomme operatie. En waarom dan al die namaakbeelden? Want ik heb gekeken naar al die tv-uitzendingen van toen. Die staan op internet. Nou, daar zitten er heel veel bij en ja, die kunnen echt helemaal niet. Die zijn gefabriekt. Je zit er ook bij en dan zie je een raketje van links naar rechts vliegen, als het ware. Dat raketje hangt stil. En dan de achtergrond zie je van rechts naar links glijden. En dan staat er ook onder, simulation. Ha. Ja, je gaat mij niet vertellen dat dat een echte opname is van een echte raket. En dan ga jij dus zeggen, nee, maar staat het er ook onder? Dan denk ik, ja, maar waarom laten ze dat dan zien? Ze hebben dus een raketje opgehangen aan nylondraadjes. En dan een achtergrond erachter. En dan zitten ze iemand aan, aan zo'n wiel te draaien, zodat die achtergrond blijft bewegen. En daar een camera op. En dat televisiebeeld hebben ze uitgezonden. Maar waarom? Nee, dat gaat er weg. Oh ja, en dan is er ook nog uh, na afloop. Dus ergens in 1973 zijn ze voor het laatst naar de maan geweest. Hè? En toen daarna helemaal niet meer. En dan hebben ze bij die maanlandingen, want ze hadden toen al computers, hebben ze al die data, die hebben ze opgeslagen op nou ja, opslagmedia. Natuurlijk. En het meest gebruikelijke wat in die dagen was, dan hadden ze nog geen floppy disks. Hè? Maar dan sloegen ze dat op op banden. Videobanden, wat wij nu ja, VHS of als je dat nog kent, van die videobanden. Die waren 1 inch qua hoogte, dus vrij dik 2 centimeter. Hè? En daar werd al die data op gepleurd. Die zijn ook heel veel gebruikt bij uh, computers. Voor de opslag van gegevens. Ook daarna nog. Ja. ja, en die banden, die zijn allemaal gewist. Dus de NASA, die heeft ook een keer gezegd... Er werd er gevraagd aan zo'n Bobo van de NASA... Van, uh, ja, we zijn er nooit meer geweest sinds 1973... En is het niet de tijd dat we weer eens een keertje gaan kijken? Hè? En dat we dan uh, met de kennis van nu en de technologie van nu. Uh, dan kunnen we misschien toch wel hele interessante dingen doen. die we destijds niet konden. Ja, we zijn toch inmiddels. Nou, 30, we zijn 50 jaar verder. En er zijn die man van de NASA. die zei van ja. dat zouden we wel willen. Maar ja, we hebben helemaal niets meer van. Uh, de gegevens die we toen hadden. Dus. Uh, zelfs de blauwdrukken, de machineontwerpen, alles, alles hebben ze vernietigd. Ook oh, de bouwtekeningen, alles. Dan zou je denken, ja dat klopt toch niet? En dat zei uh, precies hetzelfde, dat zei dus ook iemand, en die was medewerker van het archief van de NASA. En daar ging dus een, een cameraploeg op, bij die man op bezoek. En er werden ze dus aan die man gevraagd: Ja, waar zijn de gegevens van de maanlanding? Dus die zei: van, Ja, die hebben wij niet. En wij vinden dat ook heel raar. En we hebben er nog om gevraagd, maar ja, het is allemaal vernietigd. En wij hebben het niet. We hebben er wel om gevraagd, maar ons is verteld dat alles is vernietigd. Dat was, de, zo iemand heet, een curator, volgens mij. Zo'n hoofd van het archief. Die man, die zei dat. Hij zei, ja, wij vinden dat ook heel raar. En tegen die vriend van mij, die er dus heilig in gelooft... dat we wel degelijk gegaan zijn. En tegen hem heb ik gezegd, van, ach, joh, houd erop. Dat hebben ze puur gedaan om... Um ja al heel veel geld los te peuteren bij het Amerikaanse volk en, uh, en, en daar ging het om en dan zeiden dus die vriend van mij ja maar uh, wat hebben ze dan met dat geld gedaan ik zei nou in eigen zak gestopt ah oh, zeiden die dat kan niet ik zei hoezo niet ja zeiden die hebben zoveel geld nee dat kan niet Nee, dat kan je niet in eigen zak stoppen. Nee, dat, dat kan niet. Nee, zo zijn mensen niet. <laughs> ja, dat is heel kinderachtig. Dus op zich is het wel koddig om natuurlijk dat soort mensen in je vriendenkring te hebben. Maar die geloven dus niet dat mensen. Uh, een, een plan opzetten en dan dus. Want in het geval van de NASA heb je het dan over bedragen à la 50 miljoen per dag. Die daar binnenkomen. Dus. En inmiddels, ja, de NASA doet natuurlijk ook een aantal dingen die wel degelijk echt zijn. Heus wel, natuurlijk. Maar ook heel veel dingen die echt niet echt zijn. En wij moeten die maar geloven. Ja. En ik denk dat die scam met de NASA nog steeds doorgaat. Want ik heb ook zo mijn twijfels over dat ISS hoor. Die naam lijkt mij toch iets te veel op ISIS. En die filmpjes vind ik ook zo kinderachtig. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. Met dat mensen: dat je zo'n vrouw hebt en die haren die staan dan recht overeind. En... Ja. Nee, ik vind het maar raar. En ook zo'n vraag die ik dan heb... Hè, als je dus dagenlang daar op zo'n space station zit... ja, hoe gaat het dan met douchen? Hoe ga je dan niet ontzettend van stinken? Dat is ook zo'n vraag, hè? En hoe ga je dat dan doen met dingen als... Uh, ja, tanden poetsen? En uh, waar laat je dat water dan? Als je, uh, dat water, dat spuik je dan in je mond, maar... Uh, als je dan uh, je tanden hebt gepoetst en uh, waar sproets je dat water dan in, in een uh, ja, gewichtloze toestand? Daar moet je dan toch een soort containertje voor hebben. Iets heel slims, want als je dat gewoon zou sproeien in een bak, ja, dan stuit het, het gewoon keihard weer omhoog en dan vliegt het alle kanten op en dan uh, zitten de tampestaaklodders echt overal tegenaan. Hetzelfde geldt ook voor urineren. Hoe doe je dat dan? En ja, dat ik je zeg, nou, die mannen die hebben dan ja, misschien een soort fles met een, uh, met een soort ventielachtig rubbertje of zo. Maar hoe doen die vrouwen dat dan? Een soort zuignapsysteem systeem of zo? Ja, is... Dus, en dan nogmaals, die astronauten die douchen helemaal niet, want ja, dat kan dus niet. En dan zitten ze ik weet niet hoe lang in zo'n ISS en dan niet douchen en hoe gaat dat dan met poepen en pissen? En de hele dag maar werken, allemaal zweten. Dat zijn allemaal van die dingen die vraag ik me dan af en jij ook denk ik. Maar onze jongens en meisjes van de NOS niet hoor. Of hoe heet dat tegenwoordig? Nee, ik denk dat die, dat, dat die fraude nog steeds doorgaat. Maar ik geloof wel in satellieten hoor. Dat, uh, dat werkt wel. Waarom niet? Dat, uh... Je hebt zo'n geostationaire baan bijvoorbeeld. Ja, die werkt. Ik weet ook ik had ooit nog uit kunnen rekenen op welke hoogte zo'n ding moet hangen. En dan, blijft die, uh, dan draait hij wel om de aarde, maar dan draait hij om de aarde in hetzelfde tempo als waarmee de aarde in de rondte draait. Dus dan hangt hij stil. Dat, uh, en dan lijkt hij voor ons stil te hangen. Is die, hij hangt niet stil want de aarde draait om zijn as. Dat ding draait dan net zo hard mee. Ja, het is bijzonder, die, die kinderachtige mens. En wat ik ook heel kinderachtig vind, dat is dat mensen niet in de gaten hebben dat die katholieke kerk dat daar toch echt iets heel erg uh, vervelends mis mee is. En wij weten dan nog wel te herinneren dat heel lang geleden, toen was er zoiets als Inquisitie, en dat was echt niet leuker. Maar we hebben het idee dat dat uh, vervelende gedrag van die kerk, uh, ja, daar hoor je niet zoveel meer van, dus daar zijn ze kennelijk mee opgehouden. En ze zijn er helemaal niet meer opgehouden. Hoe kom je erbij? En die oorlog in Vietnam... dat is helemaal... Uh, het, het werk van de katholieke kerk geweest. Dat had helemaal geen biet te maken... met een strijd van het Amerikaanse... rechtse systeem... tegen het links-communistische... door China betaalde... Noord-Vietnamese regime. Echt niet. Dat was een strijd... die was gericht tegen... Het onafhankelijk denkende Zuid-Vietnam. Dus de, de regio die zogenaamd geholpen werd door de Amerikanen in een strijd tegen Noord-Vietnam, juist die regio moest het ongelden. Weet je dat ook weer? Maar mensen die, ja, zelfs al vertel je dat tegen ze. Dan kijken ze je zo aan. Ze, ja, ja, nou dat is dan zeker zo. Maar voor de rest helemaal niks hoor. Heel kinderachtig in die zin dat ze geen besef hebben van. Dat als, het, dat als je dat soort dingen van de katholieke kerk. van de universele kerk is dat hè. als je dat soort dingen van de universele kerk gewoon maar accepteert. dat de universele kerk er dan ook gewoon mee doorgaat. En dan kan jij je klaarmaken en een schrap gaan zetten voor de volgende actie. En een van de volgende acties die nu gaande is, dat is de oorlog tegen Europa. En dat behelst het kapotmaken van de saamhorigheid binnen Europa... En hoe maak je dat kapot? Nou, door ons vol te pompen met iedereen van heinde en ver die niets hebben met een Europese cultuur. Wie er toch helemaal niks interesseert. Dat zegt ze helemaal niks. En die stromen hier naar binnen. Hier in Nederland gaat dat met een tempo van 100.000 mensen per jaar. En dat al jarenlang. Hè? En ook het komend jaar, of dit jaar, 2020, komen er weer 100.000 bij. Ja, dat is toch wel een stad ter grootte van Arnhem die gehuisvest moet worden. En gelukkig hebben we dan van de EU ook nog. De EU zegt aan de ene kant dat wij dat moeten. Volgens de Europese richtlijnen moeten we er 100.000 opnemen. En volgens datzelfde Europa mogen we geen woningen erbij bouwen, want anders dan krijg je te veel stikstofdioxide. Ja, nou los maar op hè. Ja, het is bizar. De kinderachtige mensen, dat is een. Het is vooral erg voor de kinderen. Die er niets aan kunnen doen dat hun ouders zo kinderachtig zijn. En zo weinig begrip hebben. En, ja, niet kunnen rekenen, niet kunnen rekening houden. En, ja, dat is best erg hoor. Dus ik weet nog dat ik, Het was in de brugklas van de Havo van mijn kind dat mijn kind had uh, een toneelavond en die toneelstukjes die waren dan gemaakt door de kinderen allemaal zelf. Het was een hele lage kwaliteit. Achteraf hoorde ik van mijn dochter ook dat Ieder team had ook maar iets van 20 minuten gekregen ter voorbereiding van het toneelstukje. Echt niet meer, misschien een half uur. Dat doe je toch niet? En dan laat je al die ouders laat je komen. En er waren dus heel veel groepjes, dus ik heb daar iets van twee uur. Op een hard stoeltje gezeten. En dan gekeken naar. toneelstukjes. die in 20 à 30 minuten. in elkaar geflanst waren. En dan in die korte tijd. was dus. Én verzonnen waar het over ging. En de tekst was uitgeschreven. En het was gerepeteerd. Nou, dat kon je zien ook, want die kinderen wisten. ja, die zaten te. En te stoethaspelen. En man. En die zaten allemaal te giggelen Want dan was die zijn tekst weer kwijt. En dan allemaal zo. Wop, wop, wop. Het waren gewoon kinderen. Die waren een beetje aan het spelen op een podium. En in de zaal zaten allemaal ouders. daar ademloos naar te kijken. En te denken: van nou, onze kinderen. Nou, het is net William Shakerspieren. Nee, dat was helemaal niks. En 80% van de toneelstukjes uh, gingen over dingen met seks. En die ouders vonden dat leuk, joh. Homoseks en lesboseks en overspel en trio's en... Och, 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 och die ouders hebben zich vermaakt. Ik heb toen niets overgegeven. Je hebt zo'n scène in de film Seven. Dat is best een interessante film. Met, die um, vet ook alweer? Is die acteur, wiens naam ik altijd. Oh, Kevin Spacey. Kevin Spacey die speelt dan de hoofdrol. En Kevin Spacey die vertelt dan dat hij in de metro stond en dat iemand in de metro... een verhaal tegen hem hield. Iets over het dagelijks bestaan. En dan vertelt Kevin Spacey... van nou, uh, ik vond dat zo'n platvloersverhaal... wat ik te horen kreeg... Uh, dat ik overgegeven heb... in het gezicht van die man. Het is gewoon een walging die je dan voelt... En dat ik denk, ik ga nu gewoon kotsen. Ik heb hier niks op te zeggen anders dan... Ja, zo zat ik in die zaal. Ik heb, dat, ik heb toen niet overgegeven. Zo. Ik ben wel na afloop van die voorstelling onmiddellijk naar huis gegaan. Omdat ik niet in die woedende toestand mijn dochter onder ogen wilde komen om... Nou ik zou mijn walging dan niet nou ja, voor haar verborgen hebben kunnen houden. Dus ik heb haar toen, toen ik haar een paar dagen later sprak, dat ze hier was met mij thuis. Heb ik haar toen uitgelegd van kijk, uh, dit vind ik dus helemaal niks. Kinderen van 11 à 12 jaar die uh, het hebben over trio-seks en homoseks en lesboseks en vreemdgaan en... Uh, ik vind het helemaal niks. En nou, dat ik ook dus het, nou, toen hoorde ik dus ook dat mijn dochter zei: Ja, pap, maar je kan er niet te veel van verwachten. Want we kregen nog geen half uur per team om het helemaal voor te bereiden, inclusief alles. Toen dacht ik: Oh, hebben ze er zo voor gezorgd dat het zo'n slechte kwaliteit was? Ja, nou, dan, dan kan ik het ook wel voor elkaar krijgen. Nee, schandalig. De kinderachtige mensen. Ik vind het uh, walgelijke lui, eigenlijk. En dit is toch... Uh, ja, dit kan je toch moeilijk schuiven op het konto van onze overheid. Dit zijn wij zelf. Lijkt mij. Dit zijn de vruchten van onze eigen uh, moraal. Kinderen van 11, 12, 13 jaar die toneelstukjes houden over seks. En de ouders die daar uh, vrolijk, klappend, uh, gierend van het lachen uh, bij zitten te uh, schateren. Verschrikkelijk vind ik het, echt om te kotsen. Ik ben blij dat ik dat niet meer. Uh... Ja, ik ben blij dat mijn dochter dus nu, uh... die is nou, die is in 20. twintig. En nu zit ze dan in de dakloze opvang en dan maakt ze ook van alles mee. Maar nu kan ik met haar tenminste over die dingen die haar dan nu overkomen, die ook niet allemaal even positief zijn. Maar daar kunnen we dan als volwassenen over spreken. Ik ben blij dat die periode voorbij is. Dat zij als elfjarig meisje, twaalfjarig meisje, wat was het dan? En haar toen een heel stukje ging trouwens niet over seks, moet ik zeggen. En haar vond ik ook heel goed acteren. Heel geloofwaardig. En in haar stukje zat ook humor. En ik heb dan zo het vage idee dat zij de hand heeft gehad in die factor humor. Dat ze heeft gezegd: van, laten we maar eens doen wat gewoon een beetje leuk is en om te lachen is. En de mise en scène was het Wilde Westen en ze waren allemaal cowboys. Ja, dat vond ik dan wel leuk. En ik ben blij dat die tijd voorbij is. Ik ben blij dat ze van die school af is. Want het is kinderachtig. Dat is het, dat is het op school ook. De leerkrachten zijn kinderachtig. Ze hadden het geflikt om mijn dochter nat te spuiten. Met een brandspuit. Zonder dat van tevoren aan te kondigen. Dus mijn dochter had ook geen droge kleren bij zich. Dus die moest met de natte kleren op de fiets naar huis. En die kwam dus zeiknat bij mij binnen. Ik zei, wat is er met jou gebeurd? Nou, vertelde ze, dus als ik ben nat gespoten met een brandspuit. Met goedkeuring van het onderwijs en het personeel. Hè? Dat stond er dus bij te lachen, hè? ...was in het kader van een ontgroeningsritueel. Of iets wat daarop moet lijken of zo. Dat vonden ze interessant om te doen. Het was dan niet zo dat mijn dochter de enige was die nat gespoten werd. Nee, haar hele groep werd nat gespoten. Iedereen ging dus kletsnat naar huis. Dat maakte het dan nog een beetje eerlijk of zo, hè? En ik was dus kwaad geworden, joh. En ik had een e-mail op poten gestuurd... En ik werd er prompt op aangesproken: van meneer, we blijven wel een beetje beleefd, hè? Heel kinderachtig. En dat heb je nu ook dat, die, dat de overheid zo bezig is. Om die, de leeftijd waarop je dan alcohol mag drinken, die, die wat maar omhooggeschroefd. En, uh, en zodanig mag je pas alcohol drinken als je 83 bent of zo. Huh. Het, het lijkt wel of de overheid. Nou nee, dat weet ik wel zeker. De overheid wil een zo kinderachtig mogelijke bevolking. En dat lukt ze echt uitstekend. Ik zie de kinderachtigheid in Nederland toenemen. Gewoon niet meer kunnen nadenken. Op Facebook zie ik het ook. En dan vooral bij die vrouwen die zich druk maken over het milieu. En echt niet weten waar ze het over hebben. Er was zo'n foto gemaakt ergens in Zuid-Afrika, daar in de buurt. En daar uh, lagen in de oceaan allemaal plastic flessen. En er was dus een, uh, een filmpje van gemaakt. Die, die flessen die zag je allemaal heen en weer dijnen en zo. Oh, verschrikkelijk. En die vrouw hier op Facebook, hè. Kijk, wat erg. En daar had ik ze op gereageerd. Ze zei, nou wat erg, wat erg. Dat is in Zuid-Afrika. Dus maakt mij dat dan uit? Wij hebben dat toch hier niet? Nou, zei die vrouw. Maar dat zijn onze plastic flessen. Dat weet ik hoor. Dat zijn onze plastic flessen. En die, die vrouw die zei dus ook, hè, dat... Dat het komt omdat mensen, die gooien dus hier in Arnhem bijvoorbeeld... gooien ze allemaal plastic flessen in de Rijn. Dat dacht die vrouw. En dan drijven die flessen in de Rijn, die drijven naar de Noordzee. En daar gaan ze dan tegen de warme golfstroom in. Want dat doet plastic namelijk van nature. En dan, dan drijven die plastic flessen zo uh, tegen de warme golfstroom in. Tegen de Zuidwestenwind ook in. Hè? Want dat doet plastic van nature. Vooral als het dopje er nog op zit, of half erop zit, of er zat ooit een dopje op. Nou, dan gaat een fles echt uh, tegen de Zuidwestenwind in hoor. Gaat hij tegen de Zuidwestenwind in. En Dan gaat hij zo bij België zo voorbij En dan gaat hij zo bij, uh, bij Frankrijk. Gaat hij dus over het Dord kanaal en zo. Hè? En dan gaat hij bij Normandië. En dan gaat hij zo -o -o om dat bochtje heen. En dan gaat hij zo door de Golf van Biscayen. En dan gaat hij zo up, langs Spanje zo'n stukje. En dan gaat het langs Portugal. Nou en daarna Portugal. Dan gaat het zo langs Marokko. En dan gaat het helemaal omlaag. En dan gaat het zo langs uh, Ivoorkust. Dan gaat die plastic flessen uit de Rijn in Nederland. Hè? En dan komt het zo langs en ja, en dan is het dan helemaal, uiteindelijk is het dan voorbij Kaap de Goede Hoop in de buurt van Mauritanië en daar is het dan, eh, ja, en dat zijn onze plastic flessen. Ja, ik, ik weet dus bij zo'n vrouw echt niet waar ik moet beginnen met amputeren om van het probleem af te komen, maar er moet iets uit die vrouw verwijderd worden. Die, die, die hersenen moeten vervangen worden. Een soort upgrade in of zo. Windows 10 installeren. Dat kan je toch niet denken? Maar zo'n vrouw wel, echt. Ongelooflijk vind ik dat. Ja, het is heel bijzonder. Bijzondere tijd om in te leven. Die kinderachtigheid zo duidelijk. Wordt. En ik zou er denk ik ook wel wat vinden hoor. Om te zeggen dat het stemrecht bijvoorbeeld. Hè, waar ze dus ook wel moeilijk over doen. dat Je mag pas stemmen als je zo en zo oud bent. Hè. Ik zou zelf willen dat je eens op, uh, op het internet. dat je een soort geschiedenistoets uh, moet uh, afleggen. En als je daar dan een, een 7 of hoger voor hebt, dan mag je stemmen. En anders niet. Dus uh, dat is de eerste vraag van uh, uh, Paul Rosenmuller van GroenLinks. Is een grote fan van Mao Tse-tung. Mao Tse-tung was de leider van China tijdens de Culturele Revolutie. Hij heeft opdracht gegeven om een aantal Chinese burgers te laten vermoorden. Hoe hoog is het aantal? Naar schatting. En dan mag je dus aan kiezen: 5, 50, 500, 5000, 50.000, 500.000, 5 miljoen, 50 miljoen 50 of 500 miljoen. Nou, het correcte antwoord is 50 miljoen. En dan andere vragen. De... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog had Nazi Duitsland geld nodig om de concentratiekampen te bouwen. Uh, zelf hadden ze dat geld niet, maar ze vonden een Amerikaanse bank bereid om te investeren. De Amerikaanse bank zou ter vergoeding daarvan meedelen in de winst die gemaakt zou worden met de slavenarbeid die dat kamp op zou leveren. Een van de bestuursleden van die Amerikaanse bank was lid van een beroemde Amerikaanse familie die later twee presidenten zou leveren voor het Amerikaans presidentschap, Amerikaans leiderschap. Welke familie was dat? Dat is een meerkeuze hè? Zeg, Reagan, Clinton, Kennedy of Bush? Het correcte antwoord is Bush. Kijk, ja, mensen die dat, dat, dat soort dingen weten, die mogen van mij gaan stemmen. En als je dus weet dat Paul Roosemuller een grote fan was van Mao Zedong en dat je dan toch GroenLinks stemt dan weten we dat je gek bent. Dan ben je schizofreen. En dan word je opgehaald. Ja, waar ga ik naartoe dan? Ja, naar een plek waar je geen kwaad kan. Waar misschien Paul Rosemuller dan ook wel is. Dan mag je samen met Paul Rosemuller iets gaan doen wat geen kwaad kan. Dat je niet samen nog een keer op het idee komt om ook 50 miljoen Nederlanders om te gaan leggen... ...behalve het feit dat we natuurlijk geen 50 miljoen Nederlanders hebben. Nee, de kinderachtige mensen. Het wordt nog een heel probleem om daar af te komen. Te meer omdat ze ook geen zin hebben om dingen te leren. Hè? Dus, uh... Want zouden ze gaan leren, dan ben je natuurlijk vrij snel van het probleem af. Maar dat willen ze helemaal niet. Ze willen graag blijven geloven dat gebouwen op 11 september, dat die gebouwen van bijna 500 meter hoog, dat die in 17 seconden in stof kunnen veranderen. Dat is heel belangrijk voor die mensen. dat je daar dan geen bommetjes meer nodig hebt, want daar worden ze helemaal zenuwachtig van. Nee, er wordt nog wat. Maar goed, uh, wij zijn niet kinderachtig. Ik bijvoorbeeld helemaal niet. Ik ben eerder over uber uh, serieus. Maar ik ben niet kinderachtig. Maar ik ben wel omringd met kinderachtige mensen. Er zijn heel veel. Het is bijzonder. Ja. Ach ja. Maakt het eigenlijk wat uit? Ja. Zoals ik het momenteel geregeld heb voor mijn eigen. Ik heb een baantje. Nou, 27 uur in de week wordt het dan vanaf 1 februari. Nou, dat ga ik er echt terugbrengen hoor. Maar... Even kijken hoe dat uitpakt. is is een beetje veel. Maar, maar dat wordt dan zoiets. Nou, dan moet ik iedere ochtend werken. En dan de middags heb ik in principe vrij. Kijk hoe dat bevalt. Ja, ik blijf lekker doorgaan met mijn beschouwingen. Nou, misschien dat je dan toch weer één kinderachtig mens volwassen weet te maken. En. Nou, je weet niet uh, hoe groot de impact is van die ene kinderachtige die je om weet te toveren tot een volwassene. Dat kan heel veel uitmaken hoor. Je, je weet het niet. Nou, en in dat goede vertrouwen zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus! En dag lieverd's.